Nou, ik wil jullie een verhaaltje vertellen over twee vriendinnen die naar een dierentuin gaan. Zijn jullie ook wel eens naar een dierentuin geweest? Ja! Ja? Maar wat gebeurt er met die twee vriendinnen? Die zijn dus in de dierentuin en dan gaat de dierentuin dicht. En dan kunnen ze dus niet meer eruit. En dan gaan ze een heel avontuur beleven. Dus dat ga ik eens vertellen. Het begon donker te worden in de dierentuin, Beestenvreugd. B en Dirkje, zo heten die twee meisjes, liepen op hun dooie gemak langs de tijgerkooien. En B keek of er een prullenbak in de buurt was. Want ze moest een leeg pindazakje kwijt. Dus ja, dat mag je zomaar niet op de grond gooien, hè? Nee. Het vriendinnetje Dirkje had nog maar twee roze Noga-blokken over. En die waren het minst lekkers. Ze waren allebei misselijk van al dat gegeet. En tegenover de tijgerkooien stond een houten gebouwtje met een puntdak waarvan alles verkocht werd. Ijsjes, zure bommen, chips en wel 25 verschillende soorten snoep. En daar hadden P en Dirkje een paar uur geleden hun pinda's en noga gekocht. En nu was de snoepverkoper al naar huis en de luiken van de winkel was ook dicht. Dirkje gaf haar laatste noga-blok aan een beverrat en gooide het lege zakje in een ijzeren prullenbak. En bij de snoepkraam stonden wel 8 van die afvalbakken. Waarom zou dat zijn, denk je? Omdat je daar bijvoorbeeld snoep, dan komen er ook papiertjes aan. Ja, inderdaad, hè. Dus dan is het wel handig als je wat meer prullenbakken hebt. Even kijken hoor. En de bak die zat chockvol boterhammen, keurige sneetjes met pindakaas en ham. Nou, dat is nou niet zo netjes, hè? Nee, want doordat ze allemaal zoveel snoep hadden gekocht, lusten ze natuurlijk geen boterham meer, hè? Heel wat moeders en enkele vaders waren vroeg opgestaan om die boterhammen te smeren. Allemaal voor niks. Alle kinderen die P en Dirkje kenden, aten snoep in plaats van appels en patat en in plaats van brood. P ging even op het bankje voor de leeuwen zitten. Ze liet haar benen bungelen en schopte met haar zwarte puntschoenen heen en weer. P hield van zwarte kleren en 3 zwarte spijkerbroeken. Het liefst had ze haar korte stekelaar ook zwart geverfd, maar dat wilde de moeder niet hebben. Dirkje leek helemaal niet op haar vriendin met haar blonde paardenstaart. Ze was veel groter dan P en droeg het liefst gele of altijd maar vrolijke kleuren. En bovendien kon je Dirkje altijd herkennen aan haar kobaltberenrugzak. P vond het maar een stom ding. De laatste bezoekers liepen langzaam naar de uitgang, naast het kaartjesloket. Hingen allemaal foto's die gemaakt waren toen ze binnenkwamen. Ze gingen bij elk bezoek aan de Beestenvreugd op de foto voor de lol. Want kopen was te duur. De dierentuinfotograaf stond er ongeduldig bij, want hij wou ook naar huis. Hey dames, we gaan sluiten hoor. De poort gaat zo dicht. En oppasser reed een laatste rondje op zijn fiets om te kijken of er nog mensen rondliepen. Het was al later dan ze dachten. Ja, ja, zei Dirkje, we gaan al. P trok een gezicht naar de rug van de weggefietste man. Ze hoorden nog steeds het gerammel van de grote sleutelbos. Toen hij al voorbij de beren was. Ik heb helemaal geen zin om naar huis te gaan. Zei P. Mijn moeder is naar de kookcursus, dus ik ben helemaal alleen thuis. Dat betekent een restje in de magnetron opwarmen en in mijn eentje voor de tv. Hallo jongen, kom er maar bij zitten. Nee, zitten. Ja. Gezellig hoor, dan heb ik nog geluk. Want als ik alles op moest eten, was zij op de cursus leer. Wah! P deed net of ze het over moest geven. Hey, doe toch niet altijd zo rottig over je moeder, zei Dirkje. Ze bedoelde het heus wel goed en tegen mij is ze altijd heel aardig. P haalde haar schouders op. Je loopt anders ook niet zo hard als je naar huis moet. Dirkje zuchtte. Bij mij is het wat anders. Mijn moeder is er wel, maar die zit echt niet op me te wachten. De enige die het leuk vindt dat ik thuis kom is de poes.
Dan krijgt hij tenminste een aantje en iets te eten. Want daar denken mijn vader en moeder nooit aan. Nou ja, dus toen bleven die meisjes in de dierentuin. Maar ja, het werd donker. En op een gegeven moment zagen ze allemaal kattenogen. Van welke dieren zou dat zijn, denken jullie? Leeuwen. Leeuwen, ja. En wat heb je nog meer voor dieren? Tijgers. Tijgers. Zebra's. Zebra's, ook. Krokodillen. Krokodillen, denk je? Ja. Dus dat was best wel eng om te zien natuurlijk in het donker. En ze, ja, ze vonden het toch ook best wel spannend. Want ja, ze wisten ook niet of ze gevaarlijk waren. En in het donker zie je natuurlijk veel minder als overdag. En er waren ook nog wilde katten. Want op een gegeven moment werden ze helemaal bang van de angst. En ze wisten ook niet wat ze moesten doen. En op een gegeven moment zat er een grijze kater lekker te grinniken. En die zat natuurlijk in al die prullenbakken, want die had honger. En die had natuurlijk in die prullenbakken allemaal die lekkere boterhammen gezien. Die de kindertjes niet op wou eten. Boterhammen met worst, boterhammen met kaas. Ja, en al de andere katten durfden eigenlijk niet in die prullenbakken te gaan kijken. Want die grijze kat was eigenlijk een beetje de baas. Dus ja, ze dachten ook van, ja, laat eerst hem maar alles opeten. En dan zien wij het wel weer. Nou, dus de grijze kat die haalde die bakken leeg. En, maar een hele hoop vond hij natuurlijk niet lekker. Boterham en pindakaas. Wat moet ik daarmee? Dus alles wat overbleef, dat mochten die andere wilde katten. Maar ja, die werden ook wel een beetje boos. Omdat ze graag ook een boterham met worst wel eens wouden. En ja, elke keer nam die grijze dat. Dus kregen hun heel vaak geen lekkere boterham met worst of kaas. En op een gegeven moment hadden ze de moed bij elkaar geschraapt. En zeiden ze, nou laten we toch maar eens even verder gaan kijken of er nog wel iets is. Dus zo gezegd, zo gedaan, gingen ze dus verder. En kwamen ze bij een groot hok. En hele grote ogen. Ze dachten, waar zijn we nou? En een beetje gegrom. Wat zou dat zijn geweest, denken jullie? Kan iemand mij dat vertellen? Een krokodil. Een krokodil? Doet hij grommen? Nee. Een leeuw. Ja, een hele grote leeuw. En die zei toen ook tegen de P en Dirkje. Hey, hebben jullie ook niet van die lekkere boterhammen voor mij? Want ik heb eigenlijk best wel honger. Maar ja, P en Dirkje hadden helemaal niks meer natuurlijk. Want al die poezen die hadden alles al opgegeten. Dus toen ja, dachten ze van, ja, we moeten eigenlijk een beetje weg bij die leeuwen, want het is toch best wel spannend en donker. Ik zie niet wat die leeuw wil en zo. Dus toen gingen ze verder lopen. En toen hoorden ze trompetten, allemaal trompetters. Welke dieren doen dat? Olifanten. Ja, ja. En toen dachten ze, wat is dat? Want Dirkje kreeg ineens een natte... Raar dingen in de nek. Wat zou dat geweest zijn, denk je? Slurf. Ja, de slurf van de olifanten, hè? Met water erin. Ja, zou het? Ja, misschien wel. Ja. Moet je er weer af? Ja, want dat doen olifanten wel, hè? En dan zuigen ze heel de slurf vol en dan... spuiten ze helemaal. Ja, dan spuiten ze helemaal nat. Nou, dus ze dachten, nou ja... Eigenlijk waren ze ook wel een beetje bang, want ze dachten, ja, het is donker. En wat zou papa en mama denken, dat we nog niet thuis zijn? Maar ja, alles was dicht. Dus nou, ze liepen weer verder en ze hoorden op een gegeven moment, liepen ze langs het water. En daar hoorden ze geplons. Krokodillen en vissen. Krokodillen, ja. Vissen. Krokodillen, ja. En vissen. En vissen, ja, want wat leeft er allemaal in het water? Haaien, ja, dat is meestal in een aquarium, hè? Ja. Piranha's. Schildpadden. Schildpadden, ja, dat kan ook, hè? Ja. Dus toen dachten ze, hé,
Orka's, ja. Walvissen. Zou kunnen. Als het in een heel groot aquarium is, dan zou dat wel kunnen, ja. Ja. En meegaan met die camera. Nog groter dan het huis. Zou het, ja. En nou ja, dus ze dachten, oh, nou zijn we bij dat grote water waar al die vissen en orka's en haaien in leven. Dus als we nou eens een stukje verder gaan lopen, misschien vinden we dan toch wel de weg naar de uitgang. Maar ja, ze kwamen bij nog een hele grote kooi. Ja, ja, poesje. Kom je zitten. En toen zagen ze, hoorden ze een beetje knorrig geluid. Een poesje en varken. Ja, en een beetje geritsel van, wat zou dat zijn? Een zwijn, ja. Dat waren van die wilde zwijnen. Die liepen in het donker, want die kunnen heel goed in het donker. Ja. Want wat zouden zwijnen eten, denk je? Jonge beesten. Poep? Jonge beesten. Bruiten. Nee. Ja, en wat noten en kastanjes. Kom maar zitten. Ja, ik eet nootjes. Nootjes? Ja. Ja, misschien als die er liggen wel, ja. Ja. En ze vroeten heel vaak. Ja, in de grond, hè. En wat zouden ze dan vinden, denk je? Sporen, pissen bij de spinnen. Ja, inderdaad. Nou, dus ze hadden in de gaten dat het allemaal zwijnen waren. Dus toen zei P tegen Dirkje, volgens mij moeten wij hier ergens de bocht om, naar rechts. Nee, zei Dirkje, we moeten naar links. Ja, als nou niemand weet waar ze heen moeten. Hè? Dus ze besloten toch maar om rechts af te gaan. En het werd steeds donkerder en ze zagen steeds minder dingen. En op een gegeven moment waren ze weer bij een kooi. En ze hoorden gefladder en getjilp. Wat zou daar? Vogeltjes. Ja. Roodborstjes, spechten, roodborstjes. En ook nog papegaaien. Ja, papegaaien, ja. Dat zou ook kunnen, ja. Ja, dat kan ook. Er kunnen allerlei vogels in de dierentuin zitten, hè. Maar ja, ze vonden het allemaal eigenlijk wel leuk, maar toch ook wel een beetje enger. Ze dachten, ik wil gewoon naar papa en mama terug. Want om hier in het donker te blijven bij al die dieren, vind ik eigenlijk maar niks. Dus ze besloten om weer een stukje verder te gaan. En toen op een gegeven moment, toen hoorden ze allemaal gesis. En ze zagen wat kleine oogjes. Slang. Een slang, ja. Nou, dat vonden ze toch wel heel eng. Gelukkig zaten ze in een kooi, dus ze konden er niet uit. Maar ze zeiden toch tegen elkaar van, ik wil gewoon naar huis. Lekker in mijn eigen bedje liggen. Dat vind ik veel fijner als in die dierentuin. En zeker niet in het donker. Dus op goed geluk liepen ze weer een stukje verder. En wat hoorden ze daar? Dirkje! De vader en moeder. Pee! De vader en moeder. Want wat was er gebeurd? Ja, die waren natuurlijk ook ongerust. En die dachten, ja, waar blijven ze toch? Dus ze waren ook naar de dierentuin gegaan, want ze wisten dat ze daar waren. Ja. En dus op een gegeven moment riepen ze, ja, hier zijn we bij de slangen. Nou, dus papa en mama van Dirkje en van P, die kwamen aangelopen. En toen had, ja, joejoe. Dus ze waren heel blij dat papa en mama er weer waren. En dat ze toch weer mee konden. Lekker naar hun eigen huisje. En hun eigen bedje. Maar ja, ze hadden wel een heel groot avontuur beleefd. Hè? Wat best wel spannend was. En ja, je kan toch maar het beste lekker in je eigen bedje liggen. Hè? Als in een dierentuin.